Een hele goede morgen vanuit het prachtige Aruba. Ik ben hier op persreis en ik heb al 4 of 3 hele mooie dagen achter de rug. Waarbij we een druk programma hadden en allemaal super toffe dingen hebben gedaan. Het was een beetje lastig vloggen, maar ik heb wel het een en ander gefilmd. Dus dat zal ik je nu laten zien. Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van dit eiland. Ik vind het echt super leuk. Het is gewoon lekker warm, tropisch. Op dit moment is het trouwens aan het regenen. Dat kan je niet zo goed zien, maar het is aan het regenen. En het mooie aan deze reis is ook dat wij nog 3 extra dagen hebben. Helemaal vrije dagen, dat we mogen doen wat we willen. Nou, ik heb allemaal nieuwe mensen hier ontmoet tijdens deze reis. Iedereen kende ik nog niet en iedereen komt uit verschillende landen. Dus mensen uit Engeland, uit Italië, uit Spanje, uit Zweden, uit Amerika. Ik heb wat vrienden gemaakt hier. En daarmee ga ik op stap de komende dagen. Een huurauto krijg ik en de buurjongen had geregeld dat we een foodtour hebben vanavond, dus dat wordt helemaal leuk. Voor de rest hebben we nog helemaal geen plannen, maar ik denk dat het wel goed komt. Zo, ik ben inmiddels naar Oranjestad gereden met de groep die achter me staat. Ik zal ze straks wel even voorstellen. We gaan namelijk nu naar het Renaissance Hotel. Daar gaan we een bootje pakken naar een eiland, omdat daar iets heel erg leuks is, wat ik jullie straks gewoon ga laten zien. We hebben dus huurauto's opgehaald net. Ik heb er zelf ook eentje. Ik zal nu heel eerlijk zeggen, ik heb rijangst. En ik moest net rijden, dus ik heb daarom even niet gevlogd. Ik had een kleine mental breakdown, maar het gaat wel weer goed. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Hi! This is Mallory. Hallo. Hi! This is Jenny. Mallory. Paulien, hey. From Belgium. What's up, Danny? Nou, we hebben de eilandpasjes opgehaald. Dus nu gaan we naar de boot. Dus hier midden in het hotel gaan we deze boot pakken. En die brengt ons naar het eiland. Even serieus. Hoe bizar is dat? Oeh, daar gaan we. Nou, we zijn dus naar het eiland gegaan waar de flamingo's zijn, hier bij de Renaissance. Daar wilde ik heel graag heen, want ik was er zo ontzettend benieuwd naar. En ze staan hier achter me. Kijk! Kijk, zo ontzettend cool. Iedereen is foto's aan het maken natuurlijk. Ik vind het echt helemaal leuk om hier te zijn. Ja, ze zijn echt schattig. Hi! How are you? Het is zo mooi om een roze veren te zien tegen het blauwe water. Ja, dus we hebben hier net lekker gechilled. Het is echt sowieso wel een hele mooie plek. Je hebt hier echt hierachter nog van die huisjes. En dan heb je hier links nog van die hele toffe hangmatten. En ja, dit is dus gewoon een apart eilandje waar je naartoe kan vanaf het Renaissance Hotel met een boot. Het is best wel een coole ervaring, vind ik. Dit is echt een super leuke dag. De zon is inmiddels ondergegaan. We gaan straks een hele leuke walking tour doen. Waarbij we een beetje historie leren uit Aruba. Met deze groep hierachter. En het is ook een food tour. Dus we gaan langs 5 verschillende restaurants om daar ook nog een hapje te eten. Dus het is een soort van culturele tour met veel informatie. En dus ook eten. Super chill. Dus ik heb heel veel zin in. Zo, we zijn weer thuis aan de tour. En ik hoorde net wat buiten, het regent keihard. Kijk nou.
tropische regen. Het regent zo hard. Ik ga weer snel naar binnen. Goedemorgen, het is weer nog een dag hier in het paradijs. We gaan vandaag iets leuks doen. We gaan namelijk duiken, of tenminste snorkelen, naar een shipwreck. Echt een hele grote en daar gaan we ook foto's maken daar. Dus dat is super cool. Ik ben heel erg benieuwd of ik wel naar beneden kan komen met duiken, want dat is, of met snorkelen, want dat is altijd wel een beetje lastig. Maar ja, super tof, ik heb er zin in. Maar eerst moeten we natuurlijk ontbijten. Paulien, dat is mijn Belgische huisgenootje, zij haalt de tip om een acai-bol te halen hier op het strand. Hier achter me zie je dit tentje hier, het ziet echt mega schattig uit. Daar kunnen we dus heel lekker ontbijt gaan halen. Het ziet er zo ontzettend lekker tropisch uit. Dit zijn twee schommeltjes en dan daar kan je in de rij staan voor je eten. En dan daarachter is het strand. Ik heb net een acai-bol besteld en een mermaid latte. Die zou blauw moeten zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik haal net mijn bestelling op en ik kom Ilsa tegen. Hoi! En Ilsa die volgt ons op YouTube en ja, vindt het echt super toevallig. Ja. Super leuk om hier tegen te komen. Ja, en echt ook heel leuk. En, super leuke tent ook ja, geniet dit. Ja, van je eten. Ja, dankjewel. De boot is gearriveerd waar we straks mee de zee op gaan. En hij is wat kleiner dan gedacht. Wat ik wel heel spannend vind, maar ook alweer heel erg grappig of zo. Dus hiermee gaan we ergens de zee in. Dat is David. Dat is een van de fotografen die ook mee was op persreis. En hij neemt ons drieën nu mee. Ja, op een privébootstripje, omdat we hele toffe foto's gaan maken. Dus even gaan snorkelen. En hij heeft ook nog een andere verrassing. En dat zal ik straks wel laten zien. Dat is wel grappig namelijk. Het heeft te maken met deze tijd van het jaar. We zitten nu op het water en ze zijn nu een shoot aan het doen met een underwater Santa. En hier beneden in de zee zit een shipwreck. Het is echt een gezonken schip met echt mega veel vissen. Het is zo gaaf om te zien. Jenny ook. Ja? We zijn twee gekleurde zeemerminnen. We gaan kijken of we er een mooie foto van kunnen maken. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben net even lekker avond gegeten bij een tentje, dat heette de Local Store. Super lekker, chicken wings, burgers. We zijn met twee fotografen mee van de persreis. Ja, ze zijn niet meer aan het werk, maar ze nemen ons mee op pad omdat ze hier wonen op Aruba. Ze willen gewoon heel graag met ons chillen, dus we gaan nu een bonfire maken als het goed is. En gezellig een drankje doen. Ik vind het echt super leuk dat ze ons meenemen op stap, want zij weten natuurlijk alle leuke en mooie plekjes. Hier is een van de auto's en we hebben er achterin een coolbox liggen. En daar staat de rest. Ik vind het echt super gezellig dat we zo met z'n allen optrekken. Zo, ik ben weer terug in de kamer. We hebben echt een super toffe dag gehad en ook een hele toffe avond. Ik heb nog eigenlijk 2 dagen hier op het eiland en we kunnen nog heel veel gaan chillen. Ik denk dat we dan een beetje rustig aan gaan doen, dus ik ga ook niet vloggen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken en geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!